Op het Oranjeplein in Paramaribo stonden 50 atleten gereed voor de start van een 10 kilometer wedloop door de hoofdstad. Een onderdeel van de jaarlijkse sportweek. Trappelend van ongeduld wachten ze op het sein van vertrek. De deelnemers kregen nog enige bemoedigende woorden mee van gouverneur van Tilburg, waarna ze werden weggeschoten door mevrouw van Tilburg. De route die de lopers moesten volgen leidde langs lange rijen toeschouwers door de voornaamste straten van de Surinaamse hoofdstad. Een groepje van 5 had halverwege ongeveer 200 meter voorsprong genomen. Maar uit dit groepje waren een kilometer verder 2 man weggevallen. De radio gaf een rechtstreekse reportage van de wedstrijd, waardoor het publiek het verloop kon volgen, ook al zag men de lopers nog niet of niet meer. Wie gemeend had dat een van de oorspronkelijke uitlopers de overwinning zou behalen, vergiste zich. De 19-jarige Ramesh haalde hen namelijk in de laatste fase nog in en passeerde hen zelfs. Met een voorsprong van 75 meter kwam hij na 35 minuten en 10 seconden als winnaar over de streep. Grote vreugde natuurlijk bij zijn supporters. Maar niet alle lopers kwamen zo fit binnen. Overigens, als Ramesh nog niet geweten had dat hij winnaar was geworden, dan werd dat er door zijn supporters wel ingeheid.